Hoi, goedemiddag. Leuk dat je kijkt naar deze live lunchtour in de tentoonstelling De Verliefde Camera van Ed van der Elske. Ik ben Monique Hendricks, ik ben de assistent-curator van deze tentoonstelling. En ik neem jullie vandaag mee door mijn twee meest favoriete fotozalen, namelijk die van Japan en die van Amsterdam. En ik zal jullie dan wat vertellen over Japan, een van zijn grootste inspiratiebronnen en jeugdcultuur, ook een van zijn favoriete onderwerpen. Het is heel toevallig dat vandaag ook de geboortedag is van Ed van der Elske. Hij zou 92 jaar geworden zijn. Het is een mooi moment om hem te eren met deze live tour. We staan nu in de Japanzaal, zoals je kan zien. En Ed van der Elske kwam in 1959 voor het eerst in Japan met zijn tweede vrouw Gerda van der Veen, toen ze op wereldreis waren. En hij was gelijk gefascineerd door het land, met name door de tegenstellingen. Je hebt enerzijds het hele traditionele, beschaafde Japan. Maar aan de andere kant heb je ook de Yakuza, de Japanse gangsters, de jongeren in Harajuku met mohawks en opgeschoren haren. En juist dat contrast vond Van der Elske heel erg mooi en dat heeft hij geprobeerd te vatten in zijn foto's. En dat hebben wij geprobeerd tentoon te stellen in deze zaal. En ik zal jullie nu meenemen naar een van mijn favoriete foto's om te beginnen. Dat is deze foto die hij tijdens zijn wereldreis op zijn eerste bezoek in Japan heeft gemaakt. En je ziet hier een groep mannen, het zijn Yakuza, Japanse gangsters. En het mooie aan deze foto is het verhaal dat erachter zit. Het verhaal is namelijk dat Van der Elske deze jonge mannen op straat zag. Hele gevaarlijke gasten, zitten waarschijnlijk helemaal onder de tatoeages, onder hun pak. En wat hij deed is, hij riep gewoon vanuit achter de camera, hey gasten, blijf eens even staan in het Nederlands. En deze Japanse mannen verstonden er natuurlijk helemaal niks van. Maar toch, door de lichaamshouding, de blik van Ed van Elske, bleef ze heel mooi staan en poseren. Dus voor mij is dit ook een hele typische Van der Elske foto, waarin je de fotograaf echt terugziet in de foto, door de reactie, door het contact wat hij is aangegaan met deze Japanse gangsters. En hier in dit rijtje hebben we een aantal hele vroege foto's van inderdaad dat traditionele Japan ook. Dat zijn een aantal sumo-worstelaars. Hier zie je een drieluik van drie mensen die naar een traditioneel theaterstuk aan het kijken zijn. En wat zo grappig is dat Van der Elske dus niet het theaterstuk heeft gefotografeerd, maar de manier waarop mensen heel geconcentreerd naar dat stuk keken. Hier hebben we nog meer gevaarlijke gasten op straat. Echt wel een van zijn favoriete onderwerpen in Japan. Je ziet hier een knokploeg, een rechtse demonstratie. Maar wat voor hem ook Japan was, was de technologie. Dus hier zie je dan de directeur van Sony met twee transistorradio's in zijn hand. Die heel blij voor Van der Elske heeft geposeerd. Dit is persoonlijk een van mijn meest favoriete wandjes. Hier heb ik samen met de conservator-fotografie Ripsimee Visser hebben we een beetje een subthema gemaakt. Het muurtje gaat vooral over intimiteit en het lichaam. Want het lichaam was voor Van der Elske heel belangrijk. Hij wilde eigenlijk beeldhouwer worden voordat hij fotograaf werd. En dat zie je heel vaak ook een beetje terug in zijn foto's. Zijn interesse voor het lichaam en het sculpturale. Maar deze foto's gaan ook heel erg over intimiteit en de manier waarop ze in Japan bijvoorbeeld omgaan met intimiteit en met affectie tonen in het openbaar. Deze foto die we net aan het begin heel groot op de muur zagen, is een hele bizarre foto eigenlijk. Je ziet hier twee wassen beelden in een museum dat Van der Elske heeft bezocht toen hij voor het eerst in Japan was. En wat je hier ziet, is een stelletje, die hebben overspel gepleegd. Die werden vervolgens, toen ze erachter kwamen, werden ze aan elkaar vastgebonden. En op de brug in het dorp te kijk gezet, eigenlijk voor iedereen. En vervolgens van de brug afgekieperd. Dus dit was een soort waarschuwing van, zo hoor je het dus niet te doen. Wat we dan een heel mooi contrast vonden
om er, daar tegenover te zetten, is dan een foto van Japanse zakenlieden die lachend, drinkend naar een striptease zitten te kijken. We hebben een vraag van, vanuit social media, waarom hij deze knokploegen, die Japanse gangsters, kon fotograferen. Nou, Ed van Elske was ook gewoon een hele brutale man. Hij stapte gewoon overal op af. En hij was eigenlijk nooit bang ook voor zijn onderwerpen. Dus hij durfde gewoon inderdaad tegen van die hele stoere gasten in pak te zeggen van hey, blijf even staan voor de foto. Dus ja, hij was gewoon heel, heel brutaal om zijn foto voor elkaar te krijgen. Wat ook heel erg leuk is, is in dit muurtje hebben we gefocust een beetje op het openbaar leven in Japan. Je ziet hier twee hele mooie foto's van de Yamanote-lijn in Tokio. Waar tijdens de spits alle mensen echt ingeduwd worden door de mensen die op het station werken. En vandaag de dag gebeurt het dus nog steeds in Tokio. Een ander mooi voorbeeld van, voor mij een echte Van Elske foto, zijn onderwerp. Hij schreef in een lezing aan studenten in Japan ooit over zijn kind of people. Welke mensen hij het liefst fotografeerde. En dat waren niet per se hele mooie mensen, maar dat waren juist hele bijzondere, karakteristieke mensen die eigenlijk net een beetje buiten de maatschappij vielen. Net als deze Japanse zwerver bij het metrostation bijvoorbeeld. En dan lopen we nu naar een blokje foto's wat hij in de jaren 80 voornamelijk heeft gemaakt. Waarin je echt weer zijn kind of people terug kan zien, de jongeren. Jeugdcultuur was echt een hele grote inspiratiebron voor Ed van Elske. Hij kon zich vooral identificeren ook met hun levensvisie, het rebelse, maar ook de zoektocht naar identiteit. Vandaar dat heel veel jongeren in Japan, maar ook in Amsterdam en Parijs een heel dankbaar onderwerp zijn geweest voor zijn fotografie. En ik wilde graag even inzoomen op deze foto in Harajuku, gemaakt in de jaren 80 van een man met ingeschoren haren, een vetkuif, waarschijnlijk een leren jasje. Wat je hier eigenlijk ziet is een bijeenkomst die ze op straat hielden. En volgens mij gebeurt het dus nog steeds in deze wijk in Tokio, waarbij ze op straat gingen dansen. Deze foto vormt trouwens een heel mooi bruggetje naar de volgende foto die ik jullie graag wil laten zien in de Amsterdamzaal. Dus gaan we nu naar de volgende zaal. Want waar die vorige Japan-foto me heel erg aan doet denken, is deze foto uit de jaren 50. Die Ed van Elske heeft gemaakt op het Waterloopplein. Van Elske is een geboren getogen Amsterdammer. Hij heeft een groot deel van zijn leven hier gewoond. Met name in de Nieuwmarktbuurt en in de Koningsstraat. En hij liep dan ook vaak in deze buurt rond op zoek naar inderdaad interessante, mooie, karakteristieke mensen zoals dit jongetje. Heel jong jongetje met een soort James Dean-achtig kapsel. En het is een beetje een nostalgische foto ook misschien, want het gaat echt over de tijd waarin rock'n'roll in opkomst was in Nederland. Een ander mooi voorbeeld, ook van deze jeugdcultuur in Amsterdam, is een hele beroemde foto. De Nozems op de Nieuwe Dijk, die eigenlijk liever geen Nozems genoemd wilde worden. Het verhaal is namelijk dat Ed van Elske en journalist Jan Vrijman een stuk schreef voor Vrij Nederland over de jongeren die in deze periode rondhingen op de Nieuwe Dijk. En dit vond Ed een heel mooi voorbeeld. Dus hij heeft deze jongens voor een accordeonwinkel gefotografeerd. Maar deze jongens vonden zichzelf helemaal geen nozems. En nozem was toen ook een beetje een scheldwoord. Dus ze hebben een zaak aangespannen tegen Vrij Nederland. En wilden uiteindelijk geen nozem genoemd worden. Dus het titelkaartje is ook niet Nozems op de Nieuwe Dijk, maar Henk en Gerrit die op de Nieuwe Dijk staan. Ik wilde vervolgens afsluiten bij ook een van mijn favoriete foto's uit Amsterdam.
Dit is een klussertje ook, wat ook heel erg gaat over jeugdcultuur. En met name deze foto van de punkers in de jaren 80 op het Waterloopplein, Leidseplein. En ik stond hier een tijd geleden met een bevriende fotograaf, Dennis Duinhouwer, die ook heel erg bekend is met het werk van Ed van Elske. En hij vertelde mij dat hij vanaf het moment dat hij deze foto zag, gelijk zo gefascineerd was door het feit dat Ed van Elske deze jonge gasten, die tegen de maatschappij aantrapte, zo op de foto heeft gekregen. Hij vroeg zich af, wat moet hij gezegd hebben om ze met zulke blikken naar hem en zijn camera te laten kijken. Daarnaast vind ik het ook heel erg een bijzondere foto, omdat het voor mij ook een beetje nostalgische gevoelens oproept. Naar mijn idee bestaan subculturen bijna niet meer in deze vorm. En dat is ook een beetje de kracht van het werk van Van Elske. Het is nostalgisch, maar tegelijkertijd ook heel actueel. Ik wil misschien nog een paar vragen beantwoorden als die er zijn via Facebook. Ja, denk je dat Ed van Elske ook een vlogger had kunnen zijn? Oh ja. Of Ed van Elske nu een vlogger had kunnen zijn? Dat denk ik zeker. Ik denk dat hij heel erg zijn tijd vooruit liep. Want hij filmde en fotografeerde vanaf het begin eigenlijk alles om hem heen. Zijn leven, zijn vrouwen, zijn kinderen. Hij legde alles vast op foto en film. Dus ja, ik denk dat hij eigenlijk wel een voorloper is van de vloggers zoals we hem nu kennen. Ja. En nog één andere vraag. Je ziet door heel zijn werk een fascinatie met subculturen. Waar denk je dat die fascinatie vandaan komt? Voor jongeren? Ah ja, waar de fascinatie van voor jeugdcultuur vandaan komt, voor Ed van der Elske. Ja, ik denk omdat hij zich echt heel erg kon vereenzelvigen en identificeren met dat gevoel van een zoektocht naar identiteit en tegelijkertijd tegen de maatschappij aan willen trappen. Ergens bij willen horen, maar je ook ergens van wil afscheiden. Ik denk dat hij zich daar heel erg thuis bij voelde en zich daar heel erg mee identificeerde. En dat hij dat ook een hele interessante eigenschap vond aan mensen. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken naar deze live lunchtour door de verliefde camera van Ed van Elske. En jullie ook heel graag uitnodigen om de tentoonstelling in het geheel hier in het Stedelijk Museum Amsterdam te komen kijken.